Ja, en dat is de nieuwe iPhone SE. Ja, Apple had een leuke dagje vandaag. Eigenlijk avondje. 2 uur geleden kwam de allernieuwste iPhone SE. En mijn god, wat een toestel. Wat een apparaat. Wat een mejunis. Hij komt in weer verschillende soorten kleuren. In 3 kleuren weer. Hij komt, volgens mij, eens kijken welke kleuren zijn er Incredible zitten. price. This is important for our existing users who want a smaller iPhone and a great value. It's also been an incredibly popular model with new iPhone users. And we're continuing to add machine learning capabilities. The new iPhone SE. From the very beginning, you can copy aluminum design in 3 fantastic colors. Midnight, Starlight, and Product Red. Dus conclusie weer net niet white, dus weer zwart, weer wit en product white. En dit jaar de A15 chip. En nog iets leuks: 5G ondersteuning. Eindelijk. Dus ik kan eindelijk dit jaar waarschijnlijk heel snel, en is te hopen, een iPhone SE halen. En anders haal ik volgend jaar de SE. Maar één ding, ik ben blij ermee. Eindelijk een fatsoenlijke SE. It has a 4.7-inch Retina HD display with incredible color accuracy. The display at the same great price of $599. This is an incredible price. Nieuw iPad Air, ook de A15 chip in. Had ik al wel verwacht. Maar ja, de nieuwe iPad Air vind ik wel magnifiek. Hij is echt wat dat mooier dan wordt dat zijn voorganger. Hij is iets matter gemaakt. Niet meer iets glimmender. 2 jaar, volgens mij was dat 2 jaar geleden, volgens mij. 2 jaar geleden was hij mat met een beetje metallic er doorheen, maar deze keer is hij matter gemaakt. Dus gewoon echt mat. En niet meer wordt dat metallic en mat. Dus hij is dit jaar mooier geworden. For such a powerful device. Next, let's talk about the Mac. Apple Silicon has transformed the Mac over this past year. It's in nearly every product, MacBook Pro and Mac and Apple M1. And the newest MacBook Pro with M1 4, like an amazing battery life. They could have it all. And Apple Silicon has enabled us to design products we never could have imagined before, like the remarkably thin and powerful new iMac made possible by M1. And the newest MacBook Pro with M1 Pro and M1 Max has. The challenge is that there are physical limitations in creating a larger die than M1 Max. The leading approach is to use two chips and connect them via the motherboard. However, that approach has significant trade-offs. Second, USB 3 data transfer. And with M1 Ultra, these. Oké, dus conclusie: nieuwe iPhone SE, nieuwe MacBook en een nieuwe iMac en een nieuwe iPad Air. Dus Apple had eigenlijk een leuk dagje vandaag. Maar die nieuwe iPhone SE, oh, als die uitkomt in Nederland, ik ga hem zeker weten aanschaffen. Ik ga nu officieel overstappen naar Apple. En het is ook zo de reden van, ik vind Android wel leuk en ook een makkelijk systeem. Maar het is gewoon veel hack. Het kan veel sneller je systeem gehackt worden. Ik heb zo vaak mijn e-mailadres, dus het wachtwoord van mijn e-mail, heb ik zo vaak moeten veranderen dan officieel wat ik wou. Ik heb zo vaak moeilijke wachtwoorden gebruikt en ik moest hem elke keer moest ik het veranderen. En het is toch niet te geloven. Maar ja, één ding, dit jaar nieuwe iPhone SE ga ik halen, Apple Watch Series SE en AirPods Pro en een iPad. En als ik qua gigabyte mag inschatten voor de nieuwe iPhone, want dat hebben ze niet bekendgemaakt. Ik heb die hele presentatie erover gezien.
En ze hebben de presentatie over de nieuwe iPhone SE. Van nooit het hoeveel gigabyte versie die is. Stond er niet bij. Hoeveel gigabyte het is. Dus dat wordt nog afwachten. Maar ik gok in totaal dat eerst de goedkoopste versie van de iPhone SE. Dat is dus dit jaar dus €430. En ik gok dat een waarschijnlijk een 128 gigabyte versie is. En ik gok ook dat er een versie is van 256 en 512 gigabyte. En voor de nieuwe iPad Air van €600 gok ik dat het instapmodel op zijn minst 128 gigabyte is. En de iets duurdere versie waarschijnlijk 256. Maar ja, we gaan het allemaal zien jongens, hoe het eruit komt te zien. En wat we te horen krijgen. En dan kom ik wel weer terug met deze video. En dan zeg ik één ding. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Zeg ik één ding. Laat eens.